verlaat het toilet frisser en schoner dan ooit. Spray en veeg, fris en vrolijk. We zochten een oplossing voor de vervuilende vochtige doekjes. En we dachten, ja, droog papier, vochtige doekjes. Kunnen we iets ontwikkelen wat dat droog papier ook bevochtigt? Ja, een toiletpapierspray dus. Volgens Robert veel handiger dan de al bestaande vochtige doekjes. Ik ging van een prima, goed vertrouwde, goed verdienende baan naar het zelf ondernemen. En dat was voor Robert best een sprong in het diepe. Toch is hij blij dat hij is begonnen met ondernemen. Ja, waanzinnig. Het is één groot avontuur. Ja, je leert dingen die je anders nooit voor iemand, als je voor iemand anders zou werken, misschien niet zou ervaren. En Robert is niet de enige die er zo over denkt. Sinds 2017 is het aantal jonge ondernemers bijna verdrievoudigd. Iets wat Robert begrijpt. En ik denk dat ze de mogelijkheden ook steeds toereikender zijn. Dus het wordt misschien ook makkelijker om te ondernemen of te starten met ondernemen. Bij mezelf begon het dus rond de 20. En toen ben ik echt begonnen met een factuurtje sturen en boekhouding naast mijn studie. Dus het zat er vroeg in. Inmiddels is Butlers steeds meer aan het groeien. Toch heeft Robert nog wel een wens. Butlers in de supermarkt. Nog niet, ze hebben het nog steeds niet aangedurfd. Nee, het is te innovatief, te anders. En we moeten onszelf nog steeds buiten het schap eerst onbewijzen. Alvorens we in de winkel komen te liggen. Als dat in de wandelgang rondgaat, goh, heb je nog geen butler op je toilet? Is ons doel behaald. Ja.